gaan vandaag naar Robin van Lint om een BBB-video te maken. En een beter beeld te krijgen van wie hij is en wat hij wil bereiken met BBB. En een kijkje te nemen in zijn fruitfabriek. Nou, hallo allemaal. Mijn naam is Robin van Lint. Ik ben 25 jaar oud. Ik kom uit Montfoort. Ik ben fruitteler van beroep. In Montfoort hebben we een teeltbedrijf. Dan telen we voornamelijk peren en appels. Hier achter mij worden deze gesorteerd. Dit is een locatie in Waalwijk. Hier werk ik 5 dagen per week. Hier doen we het sorteren en verpakken van de peren voor allerlei supermarkten in binnen- en buitenland. Ons product gaat de hele wereld over en hier wordt het allemaal gerealiseerd. Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de BBB kieslijst? Ik heb me kandidaat gesteld, ik ben ervoor gevraagd, als jonge ondernemer zo gezegd, om wat te gaan veranderen voor de jonge ondernemers in Nederland. Op dit moment vind ik zelf ook, is het ondernemersklimaat niet goed voor jonge agrarische ondernemers. En daar wil ik veranderingen en verbeteringen in brengen. Wat wil je betekenen voor de burgers? Je ziet tegenwoordig dat de afstand tussen stad en platteland is heel groot in Nederland. Burgers hebben totaal geen idee meer waar hun voedsel vandaan komt en wat onze sector eigenlijk betekent voor heel de wereld eigenlijk. Dat stukje kennisgeving, een stukje bewustwording, dat moet groeien bij de burgers. En ik denk dat de boer-burgerbeweging juist een hele goede combinatie daartussen is. Oké, wat wil je dan betekenen voor de boeren? Voor de boeren is eigenlijk belangrijk, we hebben op het moment natuurlijk eigenlijk een heel slecht ondernemersklimaat in Nederland. Voor de boeren zeker. En het is heel belangrijk dat het wel ook positief blijft. In Nederland zijn we heel goed met onderzoeken. We hebben heel veel kennis in Nederland over de agrarische sector. Maar als de boeren zouden verdwijnen, gaat ook die kennis op het duur verdwijnen. En dat zou heel zonde zijn. Wat wil je namens BBB realiseren in de Tweede Kamer? Nou, het is heel belangrijk dat we voor de agrarische sector lange termijn beleid gaan krijgen. Je ziet het met de huidige politiek op dit moment. Is veel heel korte termijn denken. Heel veel regels die op korte termijn veranderen. Wat heel veel effect heeft op de agrarische ondernemers en de agrarische bedrijven. Door langdurig termijn te bieden of langdurig beleid te bieden, kunnen ondernemers beter investeren op lange termijn. Nou, jonge ondernemers hebben langdurig beleid nodig om in de toekomst hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Nou, ze moeten ergens in gaan investeren waar ze over 10 jaar nog wat aan hebben. En niet ergens gaan in investeren wat volgend jaar verboden wordt. Nou, 17 maart 2021 gaan we voor de overwinning voor de boer-burgerbeweging. We gaan 6 zetels proberen binnen te slepen. Stem op BBB!